Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. 2013 belooft niet veel goeds. Avondspits, peilt uw verwachtingen voor 2013. Bel WNL 0800 1121. Een goedenavond en een zeer gelukkig nieuwjaar voor u allen, luisteraars. Ja, de economen spreken elkaar tegen. In het Europees Parlement weet niemand hoe we dit Europa uit de crisis moeten trekken. We ontvangen de Nobelprijs voor de vrede, maar de verdeeldheid op ons continent is groter dan ooit. Ieder land vecht voor het eigen belang. In Nederland zelf loopt de werkloosheid op en raken steeds meer mensen in financiële nood. In de zorg moet alles meer voor minder geld. Uw huis wordt nog minder waard komend jaar. Politici zullen weer gaan draaien. Ze zullen uw vertrouwen opnieuw beschamen. En nog steeds zullen er te veel criminelen ongestraft over straat blijven lopen en zal gerechtigheid ver te zoeken zijn. Dit zijn zekerheden. Ik kan er niets aan doen dan het nieuwe jaar op deze manier te beginnen. Leuk is anders, maar 2013 belooft helaas niet veel goeds. Bel WNL 0800 1121. Ja, een sombere avondspits, kan niet anders zeggen. Jammer, terwijl ik u wel een gelukkig nieuwjaar wens. Maar het is niet anders. Ik denk dat er vele valkuilen op ons liggen te loeren in het komende jaar. Daar moeten we alert op zijn. Beter gewaarschuwd dan er zomaar ingestapt. U kunt meedoen aan deze avondspits. Vindt u mij te treurig? Dan kunt u reageren via 0800 1121. Of zegt u, ik ben het er wel mee eens. Dan doet u ook mee. Kan ook via Twitter, hashtag eens en hashtag oneens gebruiken. Lijntje zegt, ach, Eerdmans, niet zo somber. Always look on the bright side of life. Tiedrup. En een heel mooi liedje erachteraan. Dankjewel, Lijntje, voor je opbeurende comment. 2013 wordt gewoon alleen maar goed, zegt Halfbloedje. Ook al zit het even tegen, maak er gewoon wat moois van. En Wim Dorsman, die wenst ons gewoon een heel goed nieuwjaar. En de allerbeste wensen voor 2013. Nou, zeg ik tegen Richard Lamp, dat geldt ook voor jou. Gelukkig nieuwjaar. Ja. En welkom. Dat zou ik zeggen. De beste wensen voor iedereen die meeluistert. Ook voor jou ook, Joost. En ik zou natuurlijk erachteraan moeten zeggen, het wordt een geweldig jaar. En we gaan er wat moois van maken. Maar we moeten ook eerlijk zijn natuurlijk. Het wordt helemaal geen geweldig jaar. Het wordt gewoon een heftig jaar. En vooral als je economisch gaat kijken. Allerlei belastingverhogingen en toeters en bellen die een paar jaar geleden al aangekondigd zijn. En destijds met het Koenloos-akkoord. Allerlei zaken die nu vanaf 1 januari in werking treden. Plus dat het economisch natuurlijk niet echt aan het aantrekken is momenteel. Zoals we allemaal wel merken. Dus ja, echt vrolijk kan ik er nog niet van worden. Nee, want nou zegt de Duitse minister van Financiën van, joh, we zijn de ergste crisis voorbij. Dat is niet zomaar iemand, minister Schäuble, zeg ik. Dat is toch een topspeler op het Europese veld. Neem je dat dan niet serieus? Nou ja, ik luister ook naar mevrouw Merkel. En die zegt ongeveer het omgekeerde. Die zegt nog, jongens, er moet nog het een en ander komen. Nee, het is waar. Kijk, het mooie altijd van Trendwatch is, je moet kijken wie wat zegt met welk belang. Als ik minister van Financiën zou zijn, destijds bij wijze van spreken met Jan Kees de Jager, had ik natuurlijk ook niet gezegd, we gaan ons geld naar Griekenland brengen en we krijgen het waarschijnlijk niet terug, mensen. Maar we gaan gewoon hopen dat het wel goed komt. Dus als je op die manier ook naar de Duitse minister kijkt, dan snap ik best dat hij dat zegt. Op zich heeft hij ook gelijk dat we een heleboel ellende al gehad hebben. En dat misschien het allerergste wel geweest is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we er klaar mee zijn. Nee, is zo. Hey, jij zei over 2012, toen was je ook vorig jaar bij ons, van het wordt het jaar van de verwarring. Ja. Nou, dat kunnen we wel behoorlijk zeggen. Zelfs nog meer dan ik had verwacht. Precies, nou is dat bijna elk jaar is wel weer een jaar van de verwarring. Ik heb toen zelf overigens gezegd, crisis is uit in 2012 en sport is in. Mm-hmm. Nou, met dat sport is het ook niet helemaal goed gekomen. Want ik bedoelde natuurlijk de WK. Dat heeft het ook niet gered. Maar nou gaan we even naar jouw 2013. Jij zegt zelfs het wordt een rampjaar. Ja, als je echt puur economisch en financieel kijkt, dan mag je het echt wel een soort rampjaar gaan noemen. We zitten nu natuurlijk een jaar of 4 onderweg in de recessie, sinds 2008. Ik weet nog heel goed dat wij in 2006, 2007 gingen roepen van, joh, er komt ergens een financiële crisis de komende jaren. Of bij landen, of bij verzekeraars, of bij banken. Maar er gaat iets gebeuren, want we lenen te veel met z'n allen. Nou, je wil niet weten wat je dan over je heen krijgt. Destijds in 2008 in het najaar werd dat heel erg duidelijk. En toen kregen we natuurlijk de beurs die naar beneden ging. Toen zeiden wij gelijk, dit wordt een jarenlang economisch zaagtandherstel. We hebben zelfs gesproken, dat zijn hele zware woorden die ik niet zo snel gebruik, maar over een economische hongerwinter. Ja. Dat doe je niet zomaar natuurlijk, maar zo zagen wij het echt. En heel veel collega's hadden het over een dipje of op zijn hoogst een dubbele dip. Nu zie je langzamerhand dat iedereen het met elkaar eens is. Mijn grootste rivalen inhoudelijk, die zeggen inmiddels ook, die zijn bijgedraaid de afgelopen maanden. En die zeggen ook van, ja, het is inderdaad al heel erg donker. Ja. En als je kijkt naar overzichten van CBS, die hebben een soort van conjunctuurklok. Ja, ja. Dan kun je zien van, we zitten beneden en we gaan naar beneden. Alles staat in het rood. En alles staat in rood. Alle indicatoren staan op dit moment in het rood voor de komende maanden. Dat kan best dat na een half jaar weer bij gaat draaien.
Maar voorlopig ziet het er gewoon niet lekker uit. Nee. Dan moeten we reëel in zijn. Nou, we moeten reëel zijn. Je hoort het Richard Lamp, zeg ik trouwens. Whatever. Your day. Alles Richard Lamp mag ook, of Richard Lamp gewoon. U kunt bellen 0800 1121. 2013 belooft niet veel goeds. En u kunt ook twitteren. We gaan zo de tweets voorlezen. Maar eerst naar de eerste beller, dat is meneer De Vries. Hij komt uit Schiedam. Hou je vast, Richard. Goedenavond, meneer De Vries. Ja, goedenavond, Joost. Goedenavond. Hallo. Ja, vertel. Reageer. Nou, ik denk dat 2013 een rampjaar wordt, omdat we namelijk iets nieuws krijgen, weinig aandacht krijgen. Dat is de nationale politie. Ja. En dat is echt iets rampzaligs. Want wat we dus nu zien is dat er dus steeds meer geweldincidenten plaatsvinden, dat de politieagenten burgers doden. Gewoon door de kochtypen. Waarbij vervolgens die agenten worden gedekt door justitie. De Telegraaf wordt dus ingezet om die agenten wit te wassen. Er worden dus leugens verkocht. Waarin dus die slachtoffers van die agent als crimineel worden neergezet. En die agenten dus worden wit gewassen. Mag ik even onderbreken, meneer Vries? Want het is eigenlijk de stelling. Het klinkt allemaal. Hoor je mij nog? Ik zie echt een tsunami aan politiegeweld. Ik geloof dat de stelling van vorig jaar, van gisteren wordt behandeld. Toen hadden we het inderdaad over de nationale politie. We gaan even terug naar de stelling 2013. Het wordt een jaar waarin er nogal wat ellende op ons zit te wachten. Mevrouw Driesen uit Veldhoven. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Eerst de beste wensen voor 2013 doen jullie allemaal. Zeer bedankt. Ontvangen. En hetzelfde. En ik ben het niet eens met de stelling. Want ik zei zojuist tegen uw medewerker al. Als u het weer neemt, dat klonk al positief dat we naar de zonnige periode gaan. En economisch gezien, als we kijken, even als we terugkijken, hoe of dat de uitgaven waren van de afgelopen week in de winkels en dergelijke. Nou, en dan het vuurwerk dat de lucht is ingegaan. Nou, ja, dan hebben de mensen geen crisis. Nee. En gaan we vooruit kijken, dan denk ik dat de mensen toch wel durven uit te geven. En ook dat we dus op een gegeven moment toch de plannen van het kabinet toch naar een goede kant kijken. Dan denk ik dat de mensen toch wel willen uitgeven om het toch een beetje willen rond te draaien. Om te kijken. Ja, dat is dus toch... Ja, een positief geluid. U zegt blijven uitgeven en als we maar positief zijn dan hebben we al de helft gewonnen. Mevrouw Driesen, het is om te zorgen dat dus op een gegeven moment niet de euro naar beneden gaat, maar juist wel doorgestroomd. En niet met negatieve geluiden van we gaan Griekenland steunen omdat... Hè? Want zo denken de mensen zo. En dan worden we elkaar alleen maar aan negatief in te stromen. Oké, dank u wel. Positief zijn, wou ik nog zeggen. Even Richard, een korte reactie. Ja, nou, mevrouw Driessen, u bent een vrouw naar mijn hart, serieus. Want natuurlijk moeten we positief denken met z'n allen. En we moeten ook, hè, economisch gezien, het geld lekker laten rollen met elkaar. En ik sprak toevallig een aantal babyboomers de afgelopen weken. En die hadden ook zoiets, ik merk helemaal niks van die recessie. Ik merk niks van die crisis. Nee, dat klopt inderdaad. En bij de kassa van de supermarkt zal er ook bijzonder weinig over gesproken worden. Maar als je echt gaat rekenen en je gaat zien wat er nu al bij ons is en wat er de komende jaren aankomt. En je zou echt je gezond verstand gebruiken, dan kom je helemaal juist niet meer uit, maar je moet inderdaad een beetje de middenweg zoeken natuurlijk om te beginnen en de kansen zien, positief denken en hopelijk inderdaad ook nog wat geld in je economie laten lopen. Ja. Maar als je het grote plaatje ziet, dan is het misschien toch wel handig om een beetje voorzichtig te zijn. Als je alleen al kijkt naar de assurantiebelasting van verzekeringen die hoppakee naar 21% is gegaan. Dat bedoel ik, maar kijk, wat ik altijd van mensen zeggen, je moet niet kapot bezuinigen en blijven spenden. Ik geloof ook wel in dat die economie moet draaien, maar aan de andere kant, hoe is die crisis begonnen? Dat we veel te veel met z'n allen zijn gaan lenen, veel te veel dachten te kunnen uitgeven. Tuurlijk. Zo is het ook. Dat consumptief krediet, zal ik maar zeggen, waardoor we van alles nog wat op lening kunnen kopen en bij postorderaars en nou noem het allemaal maar op. Daar is het eigenlijk wel een beetje fout gegaan natuurlijk. Ja. En ook hypotheken die veel te makkelijk hoog afgesloten werden. Ik kan me goed herinneren toen wij ons huidige huis kochten. Ze zaten bijna te duwen vanuit de bank. Voor joh, zou je het niet een beetje verhogen? Precies. Want dat kan makkelijk. Ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Nee. Maar zo was wel de cultuur. Dus voorzichtigheid troef, zeg je er ook voor 2013. Nou heb je het ook over we gaan ontsystematiseren met z'n allen. Dat was een beetje lastig, want er was geen woord voor. Dus we hebben het zelf maar ontsystematiseren bedoeld, genoemd. Wat we eigenlijk bedoelen, systematiseren, is dat je ingesloten zit in je hypotheek die je elke maand moet betalen, in je energieleveranciers, die misschien de hoofdprijs vragen, in je verzekeringen waar je bij hoort. En je ziet dat de mensen een tegenreactie hebben en nu kijken van, joh, ik kan maar één keer mijn geld uitgeven, dus hoe doe ik dat? Ga ik geld bij de bank lenen? Ga ik geld bij andere mensen lenen? Als ik een verzekering wil afsluiten, misschien maak ik wel zo'n mooi broodfonds, waarbij mensen, goede vrienden met elkaar een verzekering afsluiten zonder dat daar een verzekeringsmaatschappij bij komt kijken. Ik vind het een beetje
beetje tricky. Ja. Maar het gebeurt wel. Of mensen die collectief een zonnecollector op het dak leggen in de hele straat en met elkaar die stroom verrekenen. En op die manier dus in hun eigen stroombehoefte voorzien. Dat is ontsystematiseren. Dus het is een lichte vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid om te kijken hoe ver je kan komen. Kijk aan, ja, je zet ook je abonnementen opzeggen inderdaad. En gewoon, ja, dat zie je nu. Het is killing wat op dit moment gebeurt in de tijdschriftenbranche. Je kan je tijdschrift tegenwoordig per maand opzeggen. Dat gebeurt redelijk collectief. Niet alleen maar aan het eind van het jaar, maar mensen die en wat ze kunnen, zeg maar, bezuinigen aan periodieke kosten, dat doen ze ook. Oké, okay. Richard is hier aan tafel. U hoort Richard Lamp, hij is trendwatcher. Eigenlijk trendcatcher, kan je wel zeggen. Futuroloog, hij bekijkt de wereld van de toekomst, maar ook de trends ziet hij aankomen. En we gaan het dus hebben over 2013. Wat gaat het brengen? Wat brengt het voor u? Misschien kunt u wat vertellen. 0800 1121 om uw reactie te geven. Dan kunt u zeggen wat u er zelf van gaat maken dit nieuwe jaar. Of bent u het met me eens dat er nogal veel trammeland ons staat te wachten in Europees verband, maar ook nationaal de economie. Het is nog lang niet voorbij, die crisis. Peter van Haar zegt, avondspits, Richard Lamp, grote plaatje, dat is nadat Nederland schatrijk is. Sterker nog nooit zo rijk als vandaag netto. Lodewijk Hof zegt, oneens, de overheid is het probleem. Belasting afschaffen, privatiseren en ophouden met zeuren, handen uit de mouwen en aanpakken. En Rolf zegt, 2013, het wordt een ongeluksjaar, hashtag WNL. En Leonard Molhoek, als je pessimistisch bent, kom je alleen maar verder in de put. Schouders eronder en hij is het ermee oneens. Ja, het is niet om mensen naar beneden te praten, maar we kunnen maar beter voorbereid zijn, denk ik. We gaan zo nog even weer doorpraten met jou, ook over de politieke hoofdrolspelers, Richard. We gaan even naar de bellers toe. 0800 1121 2013 belooft weinig goeds. Mevrouw Eckel. Ja, goedenavond. Nou, ik ben het er niet mee eens. Moet je eens luisteren, we hebben alles wat ons hartje begeert. Ja. He, we kunnen nog alles nog wat doen. Laten we met z'n allen nou eens een paar honderd euro inleveren. Worden we daar armer van? Ik weet wel een hele mooie post. Die kunnen we nog wel inleveren. Ja. Dat is de drie ton van Wilders met al zijn dure auto's. Ja, zou dat het genoeg soda aan de dijk zetten, denkt u, mevrouw Eikel? Ieder een klein beetje helpt. Waarom moet hij continu die bewaking hebben? Hij zit al die moslims maar een beetje te bekritiseren. Laat die jongens een baan geven. Ja. Hun vaders zijn hier ingehaald. Die kinderen krijgen geen baan. En hij heeft niks anders te verkondigen dan maar slecht. Alles slecht. De gulden weg. De gulden moet weer terug uit de EU. Ja. Maar mevrouw Eckel, dat zijn de punten van Wilders. Maar hoe kijkt u zelf aan tegen 2013? Nou, positief hoor. Ik heb vaker een crisis meegemaakt. In 2008 hebben wij ook een huis gekocht. Maar ja, niet met die vreselijke ogen. Jou moet zeggen, een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer erbij. En maar lenen. En nou zitten ze te miauwen. Ja, u kijkt er een beetje op neer. Nee, precies. Maar u ziet vindt ook, u bent het niet mee eens. U zegt 2013 belooft veel goeds. Nou, veel goeds. Moet je eens luisteren, we moeten allemaal wat inleveren. En is dat nou eens een keer zo erg? Dan komt alles kopen wat we wilden. U hoort mij niet zeggen dat de crisis per definitie slecht is, hoor. Helemaal niet. Nee. Dat hoeft helemaal niet. Moet alleen wel waakzaam zijn. Ik hoor het op de radio wel. Het is allemaal de voedselbank en dit en dat. Ja, ja. Maar er zijn allemaal mensen die hebben zichzelf in de schulden gewerkt. Oké, mevrouw Enkel, dank u zeer. Hans van der Heuvel uit Jouweren, goedenavond. Ja, goedenavond met Van der Heuvel. Nou, ik ben het dus niet met stelling eens. 2013 wordt voor een heleboel mensen een slecht jaar. Ja. Ik ben zelfstandig ondernemer geweest altijd. En ik constateer dat we dus eigenlijk, hè, want Den Haag, dat is dan die 150 man die daar in die glazen stolp zitten. Ja. Dat zijn dan allemaal hoogopgeleide, maar ze weten niet wat er op de werkvloer gebeurt. Waar dus bezuinigd wordt, dat is op de werkvloer. Maar uiteindelijk zijn het die mensen op de werkvloer die het voor het zootje in Den Haag, die bossenbollen, drollen bedoel ik, moeten verdienen. En ja, precies. En dat vergeten ze dus. Het eindresultaat is, als je dus in een bedrijf zit, en ik heb zelf een bedrijf gehad, ik heb dus geen zorgen, laat ik er dat voor opstellen. Ja, ja. Omdat ik er altijd naar geleefd heb, naar de inkomsten. En niet naar de ene dag op de andere dag. Nee, maar meneer Van der Heuvel, u denkt dus dat er nog meer onheil op ons af gaat komen het komend jaar? De glazen bol met 150 stoelen? Ja, okay. Ze zijn allemaal
Ze zijn allemaal plus geil en ze willen er blijven zitten. En het is één groot hap-snap-beleid. Dat hoor je wel aan meneer Opstelten ook. De ene kreet naar de andere kreet. Ja. Ja, en dat komt allemaal, want er is geen personeel voor. Dus er komt geen donder.